Hoi. We zijn hier bij MC en je moet meekomen, want daar gaat het allemaal gebeuren. Hoe? Nou, ja, nou, helemaal leeg natuurlijk. 2 jaar geleden heb ik Stichting White Rabbit Theater opgericht. En dat heb ik gedaan omdat ik voorstellingen wil maken voor mijn eigen generatie, 20ers en 30ers. En daarom ook deze voorstelling, Hardliners. Nou, dit is het decor van de andere voorstelling van Nina Simone. Maar hier komt straks ons decor te staan in september. Ik heb altijd veel gespeeld in voorstellingen. Maar dan had ik het gevoel van ja, maar ik wil het over iets heel anders hebben. Over heel andere thema's. Hier zo de lege zaal. Nou ja, dat komt natuurlijk straks helemaal vol met mensen hopelijk. Over thema's die gevoelig liggen in de maatschappij. En thema's die toegankelijk gemaakt moeten worden. En waar het publiek iets van snapt en iets van leert en zichzelf in herkent. En daarom maak ik nu ook de voorstelling Hardliners. Over mensen met extreme idealen. En daarom vind ik het belangrijk om te zien. Natuurlijk zijn er mensen die te ver gaan voor hun idealen. Die daarvoor zijn bereid om te moorden, om te sterven, om te vechten. Maar het is niet alleen maar slecht, snap je? Er zijn ook mensen die heel ver gaan voor hun idealen en daarmee iets heel constructiefs doen voor de wereld. En dat mogen we niet uit het oog verliezen. Ik weet helemaal niet of dat mag, maar ik kan helemaal geen piano spelen. Maar wel gitaar en dat is wat in de voorstelling moet komen. We krijgen altijd het verwijt dat we geen idealen hebben, dat we daar niks mee doen. Dat we een soort verloren generatie zijn. Dus waar ik naar op zoek ben in deze voorstelling is naar waar de passie zit in onze generatie en hoe we die kunnen gebruiken om iets goeds te doen. De acteurs zijn er, de hele crew is samengesteld, de theaters zijn geboekt. Nou, alleen hebben we nog geen decor en nog geen kostuums. Maar met jullie hulp zit deze zaal straks helemaal vol.